Zaterdagmiddag 20 juni. Eindhoven staat in het teken van de laatste van de 4 stadionconcerten van Guus Meeuwis. Fans uit het hele land komen naar de stad voor zijn optreden. 5 kilometer verderop aan het eind van de doodlopende Venuslaan in de wijk Woensel. Een vrouw van 69 komt thuis in haar 45 kilometer autootje. Ze heeft een bezoekje gebracht aan het winkelcentrum om een nieuwe voorraad check in te slaan. Sinds haar man vorig jaar overleed, woont ze hier alleen, samen met haar 2 hondjes. Omdat er eerder bij haar is ingebroken, heeft ze voor haar veiligheid bij haar huis camera's laten ophangen. Het is een zonnige zaterdagmiddag en rond 2:30 heeft ze de keukendeur opengezet om ook binnen wat zonnestraaltjes mee te pakken. En heeft niet in de gaten dat dit tweetal haar tuin binnenloopt. Zodra ze de vrouw zien, pakt de man met de schoudertas een mes en bedreigt de vrouw. Ze is doodsbang en denkt dat hij haar wil vermoorden. De ander loopt vrijwel direct naar de eerste etage. De vrouw moet op de bank plaatsnemen. Als ze niet blijft zitten, dreigt de man haar neer te steken. In alle paniek probeert ze nog wel haar horloge voor de dader te verbergen. Op de eerste verdieping doorzoekt de andere overvaller een kast. Hij vindt een aantal antieke klokken, maar omdat hij niets bij zich heeft om de spullen in op te bergen, pakt hij de eerste de beste tas die hij ziet. De bewoonster moet ondertussen de trouwring van haar overleden man afgeven. Ook al smeekt ze de man een paar keer om juist deze ring niet mee te nemen, de dader is onverbiddelijk. De andere man heeft boven 3 klokken gevonden, maar ook een rol tape. Na ongeveer 5 minuten gaan ze er met de buit vandoor, opnieuw via de achtertuin. Hier in deze brandgang achter het huis van de slachtoffer stappen de daders op een mogelijk zwarte scooter die aan beide zijden een gele streep heeft. Nou, deze brandgang komt hieruit bij de garageboxen, waarna de daders linksaf de Venuslaan zijn opgereden richting de Sterrenlaan. Een nogal vreemde overval. De daders hadden geen tas bij zich voor de buit en geen wapen, want ze pakten een mes uit de keuken. Ook de rol tape vonden ze in huis. Toch leek het erop alsof ze wisten waar ze moesten zijn. Eén dader namelijk liep direct naar boven en zocht heel specifiek in de kast waarvan hij waarschijnlijk dacht dat er geld lag. Daarom denken wij dat de daders voorkennis hadden. Dit zijn beelden van de mannen. Hun gezichten zijn niet te zien, maar wel hun kleding. Ze zijn zo'n 25 jaar en de man die de vrouw met het mes bedreigde spreekt Nederlands, maar wel met een Marokkaans accent. Hij draagt een lichtblauw jek, een petje en een tasje. De andere man heeft voor de overval nog niets op zijn hoofd. Hij heeft zwart haar. Na de overval vertrekt hij met de sporttas en heeft dan een lichtkleurig petje of capuchon op. We hopen dat er mensen zijn die daders hebben zien rijden op die zwarte scooter met gele strepen op zaterdagmiddag 20 juni in Eindhoven. Ze zijn over de Venuslaan weggereden in de richting van de Sterrenlaan. Dit hebben ze meegenomen. Als eerste deze donkere sporttas met de lichtkleurige hengsels. In die tas zat onder andere een aantal van dit soort antieke klokken. En ook deze ketting hebben ze meegenomen met daaraan dus de trouwring van haar overleden man met de inscriptie Zus 29-5-1974. Zijn deze spullen ergens te koop aangeboden? Is u opgevallen dat iemand ze heeft? Rond 2:00 die middag, ruim 1:30 voor het overval dus, komt er langs het huis een jongen rijden op een gedeeltelijk rode scooter die hier even stil gaat staan, alsof hij op de uitkijk staat. Was dat toeval of heeft dat iets met de overval te maken? Herkent u deze man? Of kijkt u zelf en heeft u er niks mee te maken? Meld u zich dan. Of heeft u een idee wie deze 2 daders zijn die een 69-jarige vrouw in haar huis overvallen? Of herkent u misschien iets van de weggenomen spullen? Geef uw informatie dan door via de tiplijn 0800 60 70 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000. Dinsdag wordt door onze collega's van Opsporing Verzocht ook aandacht aan deze zaak besteed.